Ja, beste kijkers, uh, welkom terug in Druk in Leuven. Vandaag is de eerste uh, beurs, boekenbeurs met de live publiek uh, hier in, uh, in een heel mooie kerk in Leuven. Mijn volgende gast is uh, niemand minder dan Johan van der Driesen. Johan, welkom. Dankjewel. Hola. Uh, Johan, uh, wij gaan het vandaag hebben over jouw boek Ooit, nog Even Leven. Um, zou we misschien beginnen met jezelf eventjes voor te stellen voor degenen die ons niet kennen, die jou niet kennen? Wel, uh, ja. Ik uh, kom uit het uh, internationaal zakenleven. Zowel uh, dus, uh, in Vlaanderen, België, als, als internationaal actief in verschillende bedrijven. Mm -hmm. Al uh, ja, flink wat jaren, flink wat tientallen jaren. Uh, ik heb daar uh, veel uh, meegemaakt, veel interessante zaken, ook veel uitdagingen. Ik mm -hmm. ben ook gewe actief geweest in. Uh, het verenigingsleven. Ik heb ook een stuk uh, academische carrière achter de rug. En uh, al van jongs af zat in mij zo die behoefte ja. om te kunnen schrijven. Ja. Je, hebt de, je werkt als midden- en hoger kader in de privésector? Ja, dat klopt. Dus ik heb uh, eigenlijk carrière gemaakt, eigenlijk, uh, ik zou zeggen, als uh, beginnende afgestudeerde tot, uh, ik zou zeggen, ja. Uh, uh, Topniveau, raad van bestuur, uh, ook uh, verantwoordelijk uh, op Europees vlak uh, voor 30 landen en die ja. zaken meer. Je hebt ook een tijdje bij politiek uh, aangedaan en dat is een beetje afgesloten stuk? Of, uh, ja, wel, laat zien? ons zeggen, dat was eigenlijk geen, uh, geen pad dat uh, klaar lag voor mij. Dat zat niet in mijn carrièreplan, zeg maar. maar dat was niet uh, jouw ding? Of wel, uh, dat politiek uh, trok mij altijd wel aan. Ik ben ook altijd actief geweest in uh, de Vlaamse beweging. Mm -hmm. Uh, ik heb daar groot interesse voor. Maar uh, laten we zeggen, een politiek mandaat stond niet uh, voor mij op de agenda. Maar ik heb me laten overtuigen om uh, laat ons zeggen, zes maanden, zes jaar tenminste uh, actief te zijn uh, voor de NVA in het uh, Brussels parlement. Dat was mm -hmm. heel interessant. Maar mm -hmm. het is natuurlijk een speciaal omgeving. Een speciale omgeving. Je moet dat tegen kunnen. Ja, laten we zo zeggen. Je moet er niet alleen tegen kunnen, maar het is ook uh, een dikke fel hebben. Een om, een dik fel <laughs> hebben. Je moet, er zijn enorm veel prikkels die op je afkomen. Je moet je goed georganiseerd zijn. Het is uh, in tegenstelling wat men soms denkt toch wel ook, uh, zeker in Brussel, heel hard werken. Ja, ja, voilà, voilà. Dat, dat weten we niet altijd. Maar mensen zien meestal het eindresultaat. Of als je in beeld of op tv komt, maar al dat werk daarvoor hè, wordt niet echt, uh, niet echt gezien. Hè, door, uh door uh, mensen die de politiek een beetje volgen, hè? Voilà, ja, voilà. Ja, voilà. ja privésector, uh, hoge kader. Je hebt het ook zeer interessant gedaan in uh, bestrijding van de overstromingen. Wel, het is zo. Ik ben uh, lid van de raad van bestuur van een bedrijf, hier trouwens uit het Leuvense, uh, Hydroscan. En uh, dat is een, een scale-up. Uh, Laten ons zeggen, dat is dus een vrij jong bedrijf, maar ja. dat eigenlijk in volle ontwikkeling is en een volgende stap aan het zetten. En het is eigenlijk een, wat je zou kunnen zeggen, een ingenieursbedrijf, uh, dat met watermanagement water bezig is. Het is dus niet buizen leggen of zo, maar eigenlijk de software die erachter zit en de diensten daar rond, om eigenlijk water uh, op een slimme manier daarmee te kunnen omgaan. En dat kan zowel te maken hebben met uh, leidingwater uh, als met rioolwater, mm -hmm. maar ook met uh, dus het water dat komt van de regen ja. of van uh, rivieren. En ja. als er te veel water op een zeker ogenblik is, ja, dan krijg je overstromingen. En dus eigenlijk dat... een beetje voorspellen. Mocht het overstroming komen, waar gaat het water naartoe? En hoe moeten wij dat als gemeente of als eh, bestuur eindelijk voorkomen dat dat ja, Mensenlevens dat, en eigendom. Ja, ik, hè? heeft dat eigenlijk heel goed samengevat. Ja. Hè? De software die gebruikt wordt en de diensten daarom, die laten toe aan gemeentes of aan provincies om te voorspellen, uh, tot op straat- of wijkniveau, waar die overstromingen gaan plaatsvinden, zodanig dat inderdaad uh, die mensen kunnen uh, op tijd verwittigd worden en dat er nodige maatregelen kunnen genomen worden. Ja. Ja, voilà, voilà. Dat is ook uh, een heel mooi project, want dat zo nuttig, zou ik zeggen. Zeker na wat er gebeurd is in Wallonië uh, in het ja. afgelopen ja. jaar. Vars, uh, ook in Duitsland heb ik gezien dat dat achter... Ja, en ook voor een stukje zelfs ook in Vlaanderen en zo. Hè. Dus uh, watermanagement is uh, een heel belangrijke aangelegenheid, ook al omdat er uh, een ja. gebrek is aan water. En anderzijds ja. soms uh, veel te veel water. Ja, ik zie, je bent de man van veel stelen. Ik heb een breed interesse. interesse. Ik heb een breed interesse. Ja. Ja. ja, ja, voilà. En dat brengt ons ook bij uw boek. Um, een heel fijne boek, ooit nog even een Heel fijne cover. Kan je ons een beetje vertellen uh, hoe is het idee ontstaan voor het boek? waarover gaat dat? Wel, uh, ja, het idee is uh, zeker um, ontstaan een paar jaar geleden, uh, waarbij dat ik mij de vraag stelde: wat een bepaald perspectief dat iemand heeft, in welke mate dat dat zijn gedrag kan beïnvloeden. En uh, ik leg meteen de link naar het woord, of begrip ooit. Want ooit is een heel speciaal Nederlands woord, want het kan zowel slaan op het verleden als op de toekomst. Ooit was ik, ooit zal ik. Maar, wat je ooit was. Of wat je ooit zal zijn of denkt te zullen zijn, beïnvloedt wel jouw gedrag vandaag. En eigenlijk is het verhaal van iemand die een ontmoeting heeft, eigenlijk een reeks ontmoetingen. Maar één van die ontmoetingen, die brengt hem van zijn stuk. In een leven kom je veel mensen tegen en meestal is dat wat vluchtig. Maar wanneer die ontmoeting bezit neemt van jou, in die zin dat die je niet meer loslaat, dan is dat een ander verhaal. En in het begin ging die persoon daar heel positief mee om met die ontmoeting en de gevolgen daarvan. Maar ja. die krijgt ineens zo die invloed van die ontmoeting op een negatieve manier. Ja, dat hij zich serieuze vragen begint te stellen: van, wat doe ik hier op de leren? Want jouw hoofdpersonage, daar Hagenton, de Friedman, ja. Hè? Ja. die heeft ook twee vrouwen. Wel, het zijn er eigenlijk drie. Maar drie, goed, ja. Okay. Uh, er zijn drie vrouwen die uh, daaruit gelicht worden, die eigenlijk wel een uh, belangrijke rol spelen, die eigenlijk met hun eigen karakter. Ja, en de vraag is, uh, ja, gaan die hem in dat proces helpen, of gaan die er net uh, voor zorgen uh, dat hij daaraan ten onder gaat aan die ontmoeting? Uh, het is een spannend boek, al zeg ik het zelf. En... Ik heb hem gelezen, ik vond hem super, heel Dank goed, je goed wel. geschreven, Dank trouwens, ja. Uh, en begint al, De spanning begint vanaf het tweede blad, en uh, de antwoorden krijg je maar de laatste bladzijde. Dus uh, ja. ik, ik krijg gewoonlijk als reactie dat het uh, we, leest als een trein. Ja, we mogen niet te veel vertellen natuurlijk over de nee, inhoud helaas. van het boek. Hè? Maar het gaat om uh, Hofer, personage Friedman, en daar gebeurt iets. En zijn, of hij ontmoet uh, iemand, en zijn hele leven wordt in een bepaalde richting geduwd. Ja, ja, en eerst vindt hij dat een heel positieve zaak. Maar uh, dat draait om. En ik probeer dan eigenlijk, uh, want het uh, boek heeft verschillende lagen. Ik probeer eigenlijk uh, te illustreren wat dat met een mens kan doen en hoe dat de, die mens ook psychologisch kan uh, evolueren. Ja, voilà. Kijk is fantastisch. Zee, um, je hebt er, um, neem ik aan, ook een aantal lezers. Um Gehoord? Ge hebben ze je gecontacteerd? Wat zijn de reacties op je boek? Wel, uh, ik heb er een paar eigenlijk genoteerd. Ik denk okay. dat dat een stukje gemakkelijker is ja. om te zeggen. Maar uh, uh, ik heb er een paar geselecteerd. Uh, iemand die zegt, uh, met vernuft opgebouwd en met schitterende dialogen. Iemand die zegt, leest als een trein. Of een boeiend en vooral intrigerend boek. Een existentieel relaas dat een nieuwsgierige en creatieve geest verraadt. Maar ook een mystiek. Maar, ik ga misschien toch ook iets citeren om te eindigen. Uh, uh, een citaat uit het Amsterdams dagblad waar ik wel fier op ben. Hey. Indrukwekkend debuut. Diverse spanningverhogende elementen die elkaar in tempo opvolgen, waardoor de lezer aan de pagina's vastgekleefd blijft. Wow, dat kijk ik een mooie. Vind ik een mooie. U Goed gedaan. En fijn dat ook de lezers dat vinden. Johan van der Driessen, wat mogen wij van u verwachten? Komt er nog een boek? Ik sluit dat niet uit. Uh, er kruipt uh, wel wat tijd in het schrijven, maar ook, uh, laat maar ik je zeggen... je hebt daar al een kriebel misschien met ja, de eerste boek? Ja, ik heb ook wel wat ideeën. Maar uh, ik concentreer me nu ook, ik gaat ook veel tijd, in natuurlijk het huidige boek. Eh, ja. Om dat op verschillende plaatsen voor te stellen. Om, uh, ja. En uh, Dus uh, daar concentreer ik mij nu uh, volledig op. Ja, en misschien ik... komt er wel een vervolg. Kijk eens aan, voilà. bedankt voor vandaag uh, hier te komen voor te zien. En Heel graag uh, naar de interview te komen. En ik zou zeggen uh, voor onze kijkers, uh, zeker een boek dat je mee zou nemen op vakantie: ooit nog even leven van Johan van der Driesse. Dank je wel mooi. <laughs> Dankjewel jij ook. Hè? Uh,